We gaan vandaag debatteren. Dat wil zeggen dat ik een paar stellingen zal droppen. En de meisjes moeten het verdedigen als het is in hun voordeel. En als het niet is in hun voordeel, dan is het in voordeel van de jongens. En zij moeten dat verdedigen. Dat want Taki, als iets niet waar is, gaan de meisjes reageren. Of de jongens. Stelling nummer 1. Zijn jongens sterker dan meisjes? Ja. Nee. Ja. Jongens zijn sterker dan meisjes. Waarom zeg je dat? Omdat jongens, sommige jongens streamen. Ja, en ze tellen op. Ja. Ja, maar, waarom zijn jongens sterker dan meisjes? Meisjes. Niet altijd. Man. Meisjes trainen ook. Kijk, ik kan hun twee rammelen. Ik ben een beetje bang voor hem. Maar ik kan hun twee rammelen. Dus. Nee hoor. Zijn jongens sterker dan meisjes, ja of nee? Nee. Ja. Nee. Ja. Niet altijd. Oké. Wacht even. Jongens en meisjes zijn dus even sterk. Nee. Even sterk. Dat is niet waar. Nee. Het kan. Oké, het antwoord op de vraag is, mannen zijn inderdaad iets sterker. Eigenlijk een beetje sterker dan vrouwen. Het is eenmaal zo. De volgende stelling. Zijn meisjes knapper dan jongens? Sowieso. Ja. Ik vind wel dat meisjes knapper zijn dan jongens. Waarom? Omdat veel meer meisjes doorstuderen. Jongens van Suriname, laten die meisjes ons niet blijven. Studeren jullie verder op school? We zijn niet dom. Ja, we kunnen het. De derde stelling luidt als volgt. Meisjes over het algemeen zijn netter dan jongens. Is dat waar of niet waar? Ja. Oké, we zijn gelijk. Laten we de jongens zeggen. Ja, het is waar. Ja, maar niet alle meisjes zijn netter dan jongens. Maar het grootste deel van de meisjes zijn wel netter. Zijn netter dan jongens. De jongens. Meisjes, wat hebben jullie hierop te zeggen? Ja. Altijd netjes, hè? Zeg gewoon meisjes onderling. Netjes. Jawel. Nou, ik zal maar niet zeggen als dat helemaal waar is. We hebben gesproken over het algemeen. Zijn meisjes iets netter en oplettender en een beetje zorgzamer dan de jongens. Niet dat de jongens dat niet zijn. Maar overgrootste deel zijn meisjes dat werken. Maak een applaus voor de meisjes. Woo! Omdat ze een puntje erbij hebben voor hun netheid. Jongens, ik vind jullie braaf om te zeggen dat jullie soms een beetje morsel zijn. Soms. We gaan naar de vierde stelling. Nou, verschillen tussen jongens en meisjes. We gaan naar de vierde stelling. Praten meisjes meer dan jongens? Ja, ik zeg wel ja. Jij zegt dat meisjes meer praten dan jongens? Ja. Oké, laten we luisteren wat de jongens daarvan vinden. Ja, vrouwen praten meer dan mannen, omdat vrouwen niks te doen hebben. En ze herhalen veel, 10 keer stellen ze dezelfde vraag. Ja, ze klagen eeuwen en eeuwen hebben ze zoveel stories te vertellen. Mannen luisteren slecht, daarom herhalen we het elke keer. Vrouwen willen gewoon gehoord worden, laat dat duidelijk zijn. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat vrouwen inderdaad een beetje meer praten dan mannen. We zijn nou eenmaal zo geschapen, we houden ervan om dingen uit te leggen, om dingen te vragen en we houden van duidelijkheid. Dat is de reden waarom vrouwen veel meer praten dan mannen. Voor mannen is alles heel snel duidelijk, maar die vrouw wil meer. Ze stelt altijd een heleboel vragen. Snap je nu waarom ze veel meer praten? Ze willen alles weten, terwijl die man of die jongens nemen al genoegen met het weinige. Weinig informatie. Bijvoorbeeld, Shair heeft een rode trui aan. Als ik het aan een jongen zou zeggen, zou hij zeggen, oh, oké. Als ik zou zeggen aan een meisje, Shair heeft een rode trui aan, dan zou dat meisje vragen, heeft het mouwen? Wat stond erop? Was het lang? Was het kort? Terwijl die jongen die vragen niet stelt. Hij heeft die informatie niet nodig. Maar een vrouw wil altijd alles precies weten. Dus we praten meer dan de mannen. Ja? Oké, we gaan naar de laatste stelling voor vandaag. Jongens en mannen moeten overal de baas zijn.
Waar of niet waar? Niet waar! 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 Niet waar! 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 Oké. Jullie zeggen niet waar. Waarom? Mannen moeten de baas zijn omdat we wijzer zijn. Mannen moeten de baas zijn omdat God de mekens wil. Mannen moeten de baas zijn omdat het mannenwereld is. Mannen mogen niet altijd overal de baas zijn, omdat vrouwen het ook kunnen. Jawel, en ze mogen het hoofd zijn en onze leider, maar zolang het niet goed gaat, nemen de vrouwen over. Who run the world? Girls! Ja! Man mag de a ede, maar uno de a neki, im sabi. We kunnen zo de hele dag doorgaan met stellingen over jongens en meisjes, over mannen en vrouwen. Maar in the end hebben mannen vrouwen nodig. Vrouwen mannen nodig. Dat bedoel ik.